Joost. Hallo. Hallo Joost. Hoe gaat het? Ja goed, even voor de kijkers en luisteraars. Dit is Joost Lubach. Joost ja. Lubach is een goede vriend van mij. Ik praat hier met mensen die een booming business hebben vanwege de coronacrisis. En jij bent er zo een van, toch? Ja, nou ja, ik heb, het gaat niet heel slecht inderdaad. Nee. Nou, booming valt er ook weer mee. Ja, je stuurt altijd een flesje champagne naar me op en zo. Gewoon wat ik heel aardig vind. Dat is zo, ja. Nee, de grap is, ik maak software voor evenementen. En dat klinkt heel raar. Dat klinkt alsof het helemaal niet zou boomen. Ja. Dus ik raakte best wel in spanning. Ja. Maar het geval wil toevallig dat we in januari zijn begonnen met een wat omschakeling richting wat meer online, dus wat minder, zeg maar, iedereen is bij elkaar, maar wat meer, hey, wat kun je nou met elkaar doen, met z'n honderden doen, of met z'n 200 doen, ja, ja. Als je niet per se bij elkaar bent, als je een traject wil van een maand of twee maanden. Dus eigenlijk waren we daar in januari mee begonnen, en toen kwam corona, en toen eigenlijk dachten we, oh ja, dat is eigenlijk best wel goed voor deze omschakeling. Wat een perfecte timing. Ja, dus nu, nu gaan we een beetje die kant op. En we hebben een paar e-learning dingen, projecten komen eraan. En er komen een paar projecten aan op het gebied van online events. Ja. Waarbij je moet denken aan hoe kun je het stroomlijnen. Dat je in de juiste Zoom call of in de juiste livestream terechtkomt, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft te doen. Ja, echt een beetje zoals dit systeem wat wij ook gebruiken. Dus ik word in de uitzending getrokken. Ja. En ik hoef er niks voor te doen. Dat is heel handig. Je doet hier een hoop inspiratie op hoe dat moet. Ja, ik ben heel goed te afpakken. Alle codes aan het bekijken. Ja, alle codes aan het bekijken. wat je me vertelde, wat ook wel grappig was, dat je had toen een e-learning app op Apple gezet. En toen had je daar als tag corona. Oh, ja. En toen zeiden ze, oh, dat mag niet. Want zij wilden niet dat je voordeel... Wat was dat verhaal daarachter? Ja, sowieso zijn ze heel streng. Dus ze controleren je app op van alles. Ja. En ik had inderdaad... We hadden een soort een home study app gemaakt. Maar echt specifiek voor nu. Van, hey, dat kun je, eigenlijk was het ook een demo voor wat je ermee kon. Ja. En toen hadden we inderdaad de hashtag... Of het keyword hadden we corona erbij gezet. En toen kreeg ik een mail van Apple. En ik had nog nooit zo'n boze mail gekregen. Echt van, dit kan niet, dit mag niet. We gaan de app nu uit de store halen. En als je nog een keer een verwijzing maakt naar corona, dan gaan we je account suspenden. En dat doen ze om te voorkomen dat mensen dus gebruik maken van zoiets als corona, om hun app, die er eigenlijk niks mee te maken heeft, aan te prijzen. Inderdaad, dat je dus dat die in de zoekresultaten terechtkomt. Maar dit had er wel degelijk mee te maken. Want... Het had er wel degelijk mee te maken. Maar ja, ik had ook geen zin om in discussie te gaan. Want dat kan dan ook weer dagen duren. Ja, dus ik heb het allemaal weggehaald. Je gaat niet de discussie met het grote bedrijf Apple natuurlijk. Nee, dat doe ik maar niet. Hey, en nu verdien je dus heel veel geld. Eigenlijk nog net zoveel als normaal. Dus ik heb eigenlijk niks. Oké. Okay. Ja, er is, niks, niet heel veel veranderd. Oh, dan loopt nu... Heb je iemand lang? Dat is je coronarelatie, toch? Ja, dat is mijn coronarelatie. Hoe is het met je coronarelatie? Over succes gesproken. Ja, dat gaat goed. Ja, je bent op alle vlakken ben je ineens heel succesvol. De liefde, zakelijk. Eigenlijk is de corona één groot paradijs voor jou. Ja, eigenlijk is het dat. Misschien op de liefde nog wel succesvoller dan in mijn werk. Want dat gaat eigenlijk gewoon door. Dat is niet per se succes. Maar ik heb inderdaad sinds de corona begon een soort van relatie. Omdat we anders ook maar alleen thuis zaten. Dus, ja, inderdaad. Koen zit daar. Maar hij is een... Even, ja, hij is bloot. Hij is toch naakt? Hij is, niet? Ja, hey, hij is ook naakt. Oh ja. Hey, ik dus weer. Even dan... hey. Wat ik ook aan de anderen heb gesteld. Hoe ga je om? En dat is voor jou natuurlijk ook in de liefde zo. Dat deze crisis... hoe voel je eronder dat ondanks de crisis toch je succes hebt met je werk en met de liefde? Ja, dat is een moeilijke vraag voor mij, omdat het eigenlijk vanzelf gaat. Omdat mijn werk gewoon eigenlijk doorgaat en er veel opdrachten bij komen. En ik vind het eigenlijk wel prettig, want ik maak software, dus ik zit toch zoveel, heel veel thuis en achter de computer. Dus voor mij is het eigenlijk meer dat ik nu veel minder word afgeleid door vergaderingetjes en collega's. Het maakt me eigenlijk een stuk productiever. Ja, ja. Dus ik heb eigenlijk, voor mij gaat het gewoon door. Dus
En je hebt gewoon af en toe pik. Dat scheelt ook. Heel af en toe. Ja, dat klopt. Heel af en toe. Ja. Maar wat fijn. Heel erg bedankt. Ik moet door naar Adelheid, want die gaat het overnemen. Dat is goed. Dankjewel Joost. We bellen later even gewoon privé natuurlijk. Want we hebben elkaar heel lang privé niet gesproken. Lijkt me leuk. Ja, liefst aan kusjes aan Koen. Doe ik. Oké. Okay. Doeg Joost. Hi.